verbinding. Ja. Ik heb met jou ook een verbinding. Dat ik data opstuur. Dat ik nog je een extra mailtje stuur. Of dat je andere dingen laat zien. Ja. Ik heb verbinding met jou. Ja, dit is mijn Samsung S4. Ja. Met Chrome browser. Ja. En hij gebruikt een Firefox browser. Of Chrome. Firefox 26.0. 26.0, zo. De beta communiceert met elkaar dus. Gewoon ja. Rechtstreeks zonder er iets tussen. En dat is dus een dus kunnen we primeur. He? Nou, we kunnen in wezen video bellen op die manier, weet ja. je wel? Kijk. Ja. Ja. Even goed in beeld zitten. Nou ja, ik kan gewoon daartussenin, ik kan daar tussendoor komen, toch? Gewoon met mijn... Wat zeg je? Ik kan dus gewoon daartussendoor komen met mijn, met mijn iPhone. Ja. Kan ik dus proberen ja, dat lukt contact dus niet te maken. Op Apple. Dat denk... Apple apparaten lukt dat nog niet. Zal ik eens kijken? Zegt, niet zo direct, er zitten er andere. Dus ik probeer nu... Ik weet niet wat ik doe. Jij wil software bij mij gaan installeren op mijn PC. Ik wilde daarop klikken. Ja, maar je was mijn package manager aan het... Klik daar eens op. En nu ben je mijn calculator aan het klik eens op die onderste. We lopen ergens hier via een server, ik weet niet waar de data heen gaat. Ja, ik doe niks. En hij kan deze ook niet vinden. Even op die URL klikken. Maar Ruud beweert dat het safe is, dus het zal waarschijnlijk safe zijn. Ruud beweert dat het safe is. Als Ruud zegt dat het safe is, dan... Ja, share selected devices. Dan is er geen connectie. Firefox, ja? En dat is Chrome. Dus hier zie ik mezelf. Oh ja. Ja. Hij draait dus nu Mac OS X en Firefox. Ja. En jij draait... Hier draai ik Firefox op Ubuntu Linux. Ja. En meneer hier draait dus Android. Kijk, ik kan hier ophangen. Ja. Ja, nou we kunnen onszelf zien, dat is de conclusie. Ja, dus we zijn allemaal connected, maar vooral met onszelf. Dit is gewoon een spiegel over het internet, die heel veel bandbreedte kost. Ja. En ik zie dat ik...